Hallo, mijn naam is Jelle Wever, voorzitter van MKB Nederland, regio Zwolle. Mijn naam is Bertolt van Bentum en ik ben actief als regio-manager bij Techniek Nederland. Ik ben Rick Schuurman, HR-manager bij Morrenhof Jansen Installatiebedrijven. Een groeiend familiebedrijf uit Dalfsen, regio Zwolle. We staan voor grote uitdagingen. We kennen een groot tekort aan goed technisch personeel. Het tekort aan menselijk kapitaal voorzien wij als een van de knelpunten voor de regionale economie. Om daar invulling aan te geven, moeten we op zoek naar kansen. En deze kansen zijn er genoeg in regio Zwolle. De komende jaren zullen de sociale partners in deze regio 3 tot 6 miljoen euro gaan investeren in allerlei projecten. We hebben het dan over projecten op het gebied van zij- en stroom, het scholen van het zittend personeel, maar ook bijvoorbeeld het bevorderen van de leercultuur binnen de bedrijven. We moeten als regio inzetten op het ontwikkelen van gekwalificeerd en wendbaar personeel. Er zijn dus uitdagingen, maar dat biedt ook kansen. Maar net als de techniek, moeten ook de mensen die in de techniek werken zich blijven ontwikkelen. De meerwaarde van publiek-private samenwerking is dat wij extra investeringen kunnen doen in de regionale economie. Wij als MKB ondersteunen deze agenda van harte, omdat het van groot belang is voor zowel bedrijven als voor de medewerkers zelf. Het biedt perspectief op de lange termijn.